Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En dit is een hele leuke vlog, want wij gaan op vakantie. We gaan naar Gran Canaria. Voor het eerst gaan we zo lang op vakantie. Normaal, nou, het hoogste wat we op vakantie zijn geweest is 10 dagen. En nu gaan we 13 dagen. En het voelt echt zoveel langer. Het is maandagochtend. We vliegen om 12 uur, dus we kunnen gewoon rustig opstaan. Olivia heeft ons gewekt, dus we hebben niet eens een wekker hoeven te zetten voor de vlucht. En nu zijn we eventjes rustig aan het ontbijten. En dadelijk om 8 uur gaan we naar mijn ouders om naar het vliegtuig of het vliegveld te gaan. Dus laten we op vakantie gaan. Hier is de bagage. 2 kleine trolleys, 1 grote koffer. Mijn handbagage. En hier is nog de handbagage voor Nicky, een rugzak. Ja. En dan de buggy. Dat mogen we allemaal mee. Mogen we allemaal meenemen. Papa. Ja, papa is alvast even de vuilnis weggooien. En wij gaan op vakantie. Oh. Oh, maar je krijgt allemaal berichten. Je hebt een mooi boekje gekregen van oma, hè? Oh, dat is een mooi boekje over kaartjes. We zijn op het vliegveld aangekomen. Even inchecken, de bagage. Hier is dus na de douane gewoon een speelhoek voor kindjes. En Olivia gaat lekker even nog een koekje eten hier. Is het lekker, Olivia? Ja, hè? Zie jij het vliegtuig al, Olivia? Ja, gaan wij vliegen? Dat is leuk. Zitten we lekker in het vliegtuig, hè? Ja. Yay. Heb jij leuke stickers gekregen? Is het poes? Die zijn mooi. Daar kun je goed mee stickeren. Dit zijn dus raamstickers. En dit is wel een succes. Het derde cadeautje is ook zeer succesvol. En dan druk je hier. Tjoep. En dan moet je weer opnieuw kleuren. Het volgende cadeautje. Doe maar kleuren. Zie je een vliegtuig? Het is een vliegtuig, hè? Even een kleine inbraak vanaf de toekomst van mij, want we zijn terug van vakantie. En op vakantie wilde ik niet zoveel klagen. Maar achteraf mag ik natuurlijk wel een beetje klagen. Wat er gebeurde toen wij aankwamen in het hotel. We hadden een heel ouderwets, krakkemikkig hotel. En dat hadden ze heel mooi verbloemd op de website. Er was een waterpark waar wij extra voor betaald hadden. Speciaal via TUI. En dat was gesloten voor renovatie vanaf het moment dat wij daar waren. Dus heel raar dat dat wel aangeboden werd door TUI. Nou, dat was al de eerste domper. Toen zag ik de schoonmaakster de grond weiden. En vervolgens ging ze met dezelfde dweil ook de ijskast in. Dus dat was erg onsmakelijk. Dus dat zegt ook iets over hoe ze de rest van het hotel schoonmaken natuurlijk. Aangekomen op de hotelkamer was het sowieso heel ouderwets. Nou, daar kan ik me op zich bij neerleggen. Maar het was ranzig. Er was overal roestplekken, vieze plekken in bad. In de badkamer overal eigenlijk. Scheuren in allemaal tegels. Missende tegels in de kamer. Nou, het was een blamage. Flamage, pralage. Ik weet het niet. Dus toen heb ik heen en weer geappt de hele tijd, want ik kon niet bellen, want dat wou TUI niet, om een ander hotel te krijgen. En dat ging allemaal niet, er was geen plek, of we moesten €2000 bijbetalen. Ja, dat gingen we niet doen. Dat heeft met z'n allen denk ik 3 à 4 dagen gekost. In die dagen heb ik dus mijn koffer ook niet uitgepakt. Heet dat het gevoel van, oh, we moeten nog weg. Niet lekker in de vakantie gekomen, dus de eerste 4 dagen was echt heel stressvol en vervelend. Op een gegeven moment hebben we ons erbij neergelegd. Gingen we een auto huren. En de rest zie je nu in de rest van de video. Dus dat wou ik nog even erbij zeggen. Dit wou ik niet opnemen op vakantie omdat ik niet wilde klagen daar.
Maar goed, nu zijn we thuis en nu mag ik wel klagen. Heel klein beetje klagen. De rest van de vakantie was fantastisch. Het weer was heerlijk, dus enjoy de rest van de video. Ja, dus zo ziet het uit op het moment. Closed for renovation. Hoe vet was dit park geweest, joh. Als het niet closed was. Bij ons hotel nu zit een strand met zand daadwerkelijk. Want er is veel vulkanische stranden. Met steentjes is dat dan, denk ik, hè? Een mooi emmertje gekocht met allemaal speeltjes voor Olivia. Kan ze lekker spelen. En we zitten hier eigenlijk wel heerlijk. Tequila, maar ik ben alleen, want Nicky houdt niet van tequila. Er is toch niks van geloven, hè? Nee, dat is niks van geloven, nee. Oké. Daar gaat ie, hè? Oh, dat valt echt mee, hè? Hij is niet aan het werk. Nee? Nou, dan neem ik hem ook maar zo. Ja? Ja. Oké. Okay. Proost. 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 Ja, ze heeft geen ding om te proosten. Ja. Klink. Je moet dat citroentje nemen. Ja, wat is er, schat? Oh, mama moet zout. Oh, het is van mama. Hoef je niet meer. Mama. It's okay, guys. He's awake. It's fine. Thank you. Gabrielle, now we carry on. Ahora seguimos. Trabajo el sábado por la tarde. Aquí. Ik zou je nou zo graag het water in plonzen. Zeg je? Wil je mij erin duwen? Ja. Het zou fijn zijn als ik dat even kon doen. Maar. Ja, maar daarom heb ik jou deze taak gegeven van filmen. Dan ben ik fijn. Niet leuk. Daar gaan we, hè? Daar gaan we. Of toch niet? Zal ik gaan? Jij niet. Hou je mond gewoon in springende water. Tralalalalala, het is copyright muziek, dus ik doe eventjes hier overheen zingen. Maar Nicky heeft mij stiekem gefilmd tijdens de aqua gym. La 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 la. Helaas ligt Nicky ziek op de kamer, dus wij zijn alleen bij de mini disco. En omdat het met mama is, heeft ze een cadeautje gekregen. Ze vindt het leuk, alleen ze snapt het nog niet helemaal. Dansen! Hey, we wilden niet meer naar het zwembad, we gaan lekker kleuren. Kleuren, hè? Dat vind je leuk. Je hebt wel een beetje duistere kleurtjes gepakt. Geen roze, geen rood, geen blauw. Maar je kan wel heel goed kleuren, zie ik al. Maken we een tekening voor papa. Kijk eens wat een mooie kerstboom hier al staat. En allemaal glitters. Nicky is erg blij dat ik hem meeneem shoppen. Mijn lens heeft een beetje zonnebrand op zich. Maar kijk eens wat een winterwonderland hier al is. Goeiedag, het is vandaag de tweede week van onze vakantie, namelijk maandag. En we hebben een auto gehuurd in de tweede week. Waarmee we Gran Canaria gaan over ontdekken in ons kleine autootje. We hebben een Fiat Panda. Daarmee gaan we Gran Canaria onveilig maken. Vandaag beginnen we bij het bezoeken van een aquarium.
We denken dat Olivia dat heel leuk gaat vinden, dus ik ben benieuwd. Doe maar. Oh, is dat... Zie je visjes? Is grote, hè? Dit is echt het grootste wat ik ooit gezien heb. Wil je zitten? Even Apeldoorn bellen. Ken je die reclame nog? Kunnen we terugruilen? Ja, dat kan denk ik wel. Goedemiddag. Nee, ochtend. Het is vandaag dinsdag in de tweede week van onze vakantie. Gisteren bij het aquarium, je hebt de beelden gezien, echt zo leuk. Als je ooit in Gran Canaria bent, wat ik niet kan aanraden om naar Gran Canaria te gaan. Ja, het is een oude meuk hier. Nou, het is niet zo erg hoor. Nee? Het is wel oude meuk, maar het is wel een leuke. Nou, we hadden het er net over. We hebben wel gewoon een hele leuke vakantie. Maar ja, het is wel oude meuk en vergaande glorie. Maar dat aquarium, daar betaal je dan ook wel ietsjes meer voor. Nou ja, 27 euro. Hoeveel meer is dat? Valt ook wel weer mee. Maar het is echt super goed onderhouden en het is echt prachtig. En Olivia vond het ook echt geweldig. Dus dat was echt een super succes. Het was gisteren heel warm, dus de rest van de dag hebben we gewoon lekker bij het zwembad gelegen. En nu zitten we weer in de auto in de ochtend. Want we gaan nu naar de duinen. Er zijn hier een soort zandduinen, een soort woestijnachtig bij een strand. Dus daar gaan we nu eventjes kijken in de ochtend. En dan kan Olivia weer gewoon lekker in de eigen bedje, of in de eigen bedje, hier op de hotelkamer slapen. Dus dat is het ochtendprogramma. En het wordt 30 graden, toch? Nee? Ja. Dus heel warm eigenlijk voor de tijd van het jaar. Dus de rest van de dag gaan we ook weer lekker bij het zwembad liggen. Ja? Ja. Oh, nou, doei doei. Dit zijn de duinen. Als echte, als echte Hollander heb ik gewoon pindakaas meegenomen. En Olivia vindt het echt heel lekker. Ik dacht, mocht ze echt niks lusten, dan hebben we in ieder geval boterham pindakaas. Dat gaat er altijd in. Vind je het lekker? Goed zo. We zitten weer in de auto en vandaag gaan we naar een pretpark. Ik ben heel benieuwd of dat leuk is voor Olivia, maar we gaan het meemaken. Was het nou je achter of... Goed cadeau, kleurpotloden. Ze zitten al de hele vakantie al lief mee te spelen. Kijk, daar zitten ze. Die scheetjes, daar zitten ze lekker samen op het strand te spelen. Daar ga ik er lekker heen. Lekker meeknuffelen met die schatjes.